Goedemorgen iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik sta nu even in de vrachtwagen. Ik ben alles aan het inladen, want wij gaan weer op wedstrijd. Het is vandaag vrijdag 9 oktober. En ik moet zo meteen om 4 uur dressuren. Dus het is nu vroeg, ik denk 8 uur of zo. Dus ik ga nu alles inladen en klaarmaken, want ik moet nog even 2 uurtjes naar school. Het wordt er ook bij, helaas, I know. Ja, Inita is er ook weer klaar voor. Inita is er weer klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. We gaan bijna elk jaar wel naar deze personen toe waar we weer overnachten. Dus dat wordt weer hartstikke gezellig. En ja, ik neem jullie weer mee bij een weekendje wedstrijd. Zo, wij zijn aangekomen. Inita staat nog even op de vrachtwagen. Ik ga nu even opzadelen. En dan gaan wij lekker dressuren. Kom even hier, doe het even stemmen zat. Is het er mooi uit? Zo, mensen, het is alweer zaterdag. Ik was helemaal vergeten te filmen, sorry. Wij zijn nu bij de stal waar ik overnacht. En we hebben gisteren nog even parcours gelopen en natuurlijk de dressuur. Ging op zich best prima. Ik weet morgenochtend pas, of nou ja, nu pas, de cijfers als we zo meteen naar het terrein gaan. Dus ik ga nu Inita even pakken, kijken hoe vies ze is. En dan gaan wij weer naar het terrein. We gaan kijken naar Lina van de Kool, die niet gaat. Dit is aanleiding van de combinatie van de rijvereniging, de Scherm.
En hoog. Oh. Erg maatje. Super. Wij moeten weer snel naar huis, want we hebben een kijk voor Doenja. Want Doenja staat te koop. Die moet ook weg, anders heb ik er echt te veel. En dat wordt gewoon te veel. Maar even over de cross en springen. Springen helaas, een pechbalk. Je had niet gehoeven, ze kwam gewoon goed uit. Ze was wel heel erg sterk, een beetje fris. Maar niet onhandelbaar of zo, ja. Nee. En de cross ging ook echt super goed. Echt heel goed. Helaas, bij de waterbak stapte ze één stapje naar achter. En dat betekent een weigering. Maar de moeilijke lijntjes deed ze super goed. En daarvoor ging ik. Dus ja, het was weer een super leuke dag. En misschien een beetje kort gevlogd. Sorry allemaal. Ik was er niet echt mee bezig. Ik was meer bezig met mijn paard. Maar alsnog, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een like te geven en te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.